Goedemorgen van mij en het kleinste meneertje. Welkom bij Vlogmas dag 2. Oh my god, wat hebben wij er voor een nacht op zitten. Allee, het was semi-oké. De witte ruis heeft gewoon heel de nacht moeten opstaan voor hem. Gisteravond hadden wij een vriendin op bezoek. Ze had trouwens iets superleuk bij, ik ga dat zo dadelijk laten zien. Maar van zodra dat zij hem eigenlijk pakte, is hij veel beginnen teruggeven gisteravond. Ja, ik denk dat ik gisteren ook in de vlog, of dat heb je misschien wel gehoord, dat hij met een slijmhoestje zit. Dus ik denk dat er wel wat slijm vast zit, waardoor dat de melk zijn weg ook terug omhoog aan het zoeken is. Hij is heel lastig geweest gisteravond, maar zo... Dat hij het zelf lastig heeft, dat is voor ons natuurlijk niet zo fijn. Maar voor hem, je ziet dat hij het lastig heeft. En dat is gewoon super zielig om te zien. We hebben hem ook niet te veel melk meer gegeven, omdat het toch allemaal een beetje stroef verliep. Ja. Zoals jullie wel kunnen zien, is hij weer happy, hè? Echt aan het luisteren wat ik aan het zeggen ben. Dus de nacht moest echt met witte ruis. Want anders dan begon hij te woelen, te draaien, te keren. Dan was het allemaal niet goed. Maar dus van zodra dat het... geluid opstond, was alles goed. Ik maak mij, ja, zo onbewust maak je wel zorgen, dus ik slaap dan ook niet diep. En daarmee dat ik bedoel dat het een beetje een woelige nacht was of niet zo'n fantastische nacht, omdat ik heb wel geslapen, maar ik ben niet uitgerust. Dat is zo het gevoel van deze ochtend. Maar alles gaat precies wel terug goed met ons mannetje, dus daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Ja. Veel babbelen, van wie zou wij dat hebben? Ja, en zo zonnig als dat gisteren was, zo bewolkt is het vandaag. Ik neem jullie heel snel mee naar het leuke extraatje dat ze gisteren bij had. Ik had deze namelijk zelf al gezien bij de opzoekingen van toen we Othello's naam mooi vonden, maar er nog niet helemaal uit waren. Dan ben ik eens gaan googlen en ben ik dus deze tegengekomen. Ondertussen heb ik het nog eens gegoogeld en gezien dat ze zo een re-edition hebben uitgebracht. Dus het is ook nu in een nieuwe versie te koop, maar toen was dat nog niet het geval. En ik had zoiets van, oh, dat is kei leuk, wil ik in mijn collectie, moet ik in de kringloop in de gaten houden. En ik heb het nooit gevonden. En zij kwam hier gisteren mee af. Het is namelijk een Othello spelbord, maar zo een vintage spelbord. Ik vind dit er zo leuk uitzien. Het is een complete set, daar had ze niet op gelet, maar we hebben het gelijk opengemaakt. Zie je, cool. Met dan zo oude... Ja, en het heeft ook de geur van vintage. Hè. Dat vind ik alleen maar leuk. En het is dus compleet. Het ziet er zo uit. De bedoeling is dat je zwarte en witte muntjes hebt. En dat het de bedoeling is dat je... Dat de witte muntjes moeten de zwarte insluiten. En dan mag je ze omdraaien. En dan heeft de wit... Ja, het is niet zo interessant dat ik heel de spelregels in deze vlog aan jullie uitleg. Maar we hebben het een test gegeven gisteren met ons drietjes. En dat is wel leuk. Dus dat gaan we sowieso deze vlogmisperiode een paar keer spelen. Maar dit was zo'n leuke verrassing. Dus deze zou een mega populair spel zijn in Japan. We hebben trouwens het datum of het jaartal proberen op te zoeken. Maar we vinden het niet. Dus ja, een vintage is het sowieso. Maar van welk jaar, dat is ons onduidelijk. Maar ik vind het echt een superleuk cadeau. Zo onverwacht, zo fijn. Echt keileuk. Goed, ik ga deze eventjes terug wegleggen. Ik film deze video op een woensdag. Ik denk dat ik dat gisteren wel gezegd heb, hè, dat ik een beetje vlogmas en de rusher van voor probeer te zijn. En dus mijn vlogmas enkele dagen voor 1 december begint. Het is vandaag woensdag. Ik hoop dat het droog blijft, want de schoolrun doe ik al wandelend. Dus let's pray. En intussen tijd, want zijn papje is pas voor na de schoolrun... dus ik ga in de tussentijd echt vliegen. Ik ga stofzuigen. Ik ga flesjes steriliseren. Ik ga het afwasmachine uitladen. Ik ga wachten op de postbode, want er zijn wel wat Black Friday pakketjes onderweg. En daarna ga ik, geloof ik, was sorteren. Want dat is ook een never ending story. The cycle never ends. Die was, die blijft maar gaan en gaan en gaan. Wie herkent die daarin? Oh my god, die was. Goed, ik ga erin vliegen. Ik ga gewoon echt vliegen. En zien hoe ver dat ik raak. Met deze kleine meneer als mijn grootste toeschouwer. Mijn grootste fan van vandaag als het gaat over huishoudklusjes. Let's go! Echt helemaal fantastische wending van de dag.
kleinste meneertje was totaal niet goed gezind. Dus veel van mijn taakjes heb ik niet kunnen doen. Ik heb hem ook vroeger in de draagzak gestoken. En de school run die zal ik vandaag doen in de regen. Dus nu moet ik alles nog een beetje klaarmaken in de garage. Op de los buggy en zo. Maar komt goed. Komt helemaal goed. Wij zijn terug thuis. En in het zonnetje kunnen wandelen. Helemaal top. En we zijn thuis gekomen. Kom, we gaan wandelen. En aan onze eerste Black Friday deal, we hebben echt wel een dealtje gescoord ermee, is toegekomen. Dus ik ga het gelijk unboxen en met jullie delen. Een trouwe postbode hulpje is erbij komen zitten. En ik denk niet dat ik dat al gedeeld heb, maar Otello is zot van de postbode. Elke keer als die komt, gaat hij helemaal door het dak. En als er een pakketje staat, ook al was Otello niet thuis, wil hij het mee openmaken, unboxen. Want de postbode heeft dat gebracht en hij is daar gewoon mega fan van. Dus voilà, het pakketje. Eerste pakketje van Black Friday dat we binnen hebben. En het is direct een grote, maar het was ook denk ik een van de beste deals die dat we gedaan hebben. Ja. De doos verklapt het al. We hebben hem bij Fnac besteld. En het is een... Ik ga twee handen nodig hebben voor te unboxen, dus see you in a second. De postbode heeft het dus achtergelaten terwijl dat ik Otello was gaan halen van school. En ik denk dat jullie wel horen wat het is. Wat is dat, Otello? Een koffiemachine. Goed zo. Even goed kijken. We zijn dus inderdaad voor de Nespresso Vertuo Plus... witte variant van een koffiemachine gegaan. Nu even storytime. Een drietal maanden geleden zijn wij voor een Nespresso Vertuo Pop gegaan. Een heel fijn koffiemachine. Er zat toen deze melkopschuimer bij. Dat was ook een pretty good deal dat we daarmee gedaan hebben. En wij vinden... Ik ben geen koffiedrinker, maar ik ben heel hard fan van de lattes. Dus dit was voor mij echt ideaal. Maar Nico, die drinkt wel graag espresso's of dubbele espresso's. Dus die heeft aan zo'n machine echt wel veel genot. Nu is het zo dat de vrienden van ons, met wie dat wij vorige week in Centerparks waren, wij waren het aan het vertellen van oh, met ons koffiemachine, we zijn daar eigenlijk zo blij mee. Zij hebben dus allebei de machines gehad. Eerst de Vertuo Pop, dan deze machine. En ze waren aan het vertellen hoe anders dat de koffie wel niet smaakte. Met de machine die dat we dus nu in de sale hebben kunnen kopen. Er zou een technologie in deze plus zitten waardoor dat de koffie heter wordt gebrand en dus meer smaak vrijgeeft. Het was wel zoiets, ja, dat triggerde Nico wel een beetje om het allemaal wat te gaan bekijken. Black Friday kwam er dan ook aan, dus hij wou het allemaal wat in de gaten houden. En tijdens Black Friday stond dit apparaat stond dan in de sale voor, ik denk, net geen 70 euro. En dan nog eens 50 capsules er gratis bij. Dus al dat erbij gerekend, had Nico zoiets van, ja, ik wil een nieuwe koffiemachine. En het is deze geworden. Zit ik hier zo heel random op de grond met een koffiemachine in mijn handen. Je kunt je misschien afvragen van, hey, wat gaan we nu met twee koffieapparaten doen? Nico heeft het mega zot idee van het oude toestel op onze kamer te zetten voor zijn ochtend koffietjes. Dat die binnen handbereik zouden staan. Ik heb gezegd dat dat allemaal goed en wel is, maar dat mijn prioriteit voor de slaapkamer eerst toch echt een nieuw bed is. Ik ben zo klaar met het bed dat wij momenteel hebben. Mijn mama. Deze meneer had trouwens een mega goede dag op school. Ah ja, zo'n nieuw bed zoektocht, dat is ook niet op 1, 2, 3 gepiept. Dus misschien dat dat tijdens deze vlog een keer voorbij komt. Misschien ook niet. Maar dus voilà, onze eerste Black Friday deal is binnen. Een koffiemachine. Voilà, en zo staat die geïnstalleerd op onze... Ja, dat is zo de cupjeshouder. We hebben dat bij IKEA... Nee, ik ben geïnfluenced door TikTok. Dan hebben we dat bij IKEA gehaald. Maar misschien dat ik het met dit toestel iets te hoog vind staan. Ja, Nico zou Nico niet zijn als hij het niet gelijk aan een smaaktest heeft onderworpen. Ze heeft net twee espressootjes gemaakt. Eentje hier, eentje daar. En hij vindt inderdaad dat dit toestel de koffie iets puurder maakt of zo. Dit geeft ook minder schuim dan het andere toestel. Dus voor mezelf is het een beetje zien in wat ik mijn lattes het liefst ga maken. En wat ik daarnet ook was vergeten te vermelden, nu dat ik toch heel van uitleg aan het doen ben, is dat er nog eens een cashback op valt. Dus dat we nog eens er een extra deal mee scoren, wat dat echt
Helemaal toppies. Avond check-in. Het is ik en Romeo op de bank vanavond. Allee, vanavond nog maar net en ook voor niet zo heel lang. Nico die is snel over en weer tot in de fitness. Dat is iets dat hij sinds kort weer is beginnen doen. Dus dat is leuk voor hem. Wij zijn aan het knuffelen. Hij heeft het nog redelijk moeilijk gehad deze avond en is nu toch precies eventjes in een goede wakkertijd. Dus wij zijn aan het knuffelen. Zo dadelijk als Nico terug is, gaat hij ook nog mee in badje. En ik ga hier nu de laatste aflevering van Blind Getrouwd kijken. Want die heb ik nog niet gezien. En ben ik wel benieuwd naar. Al moet ik zeggen dat ik al gespoild ben door de vriendin die er gisteren was. Maar dat is allemaal niet erg. Ik ben wel benieuwd om het toch nog te zien. Dus dat is mijn avond. En ik ga zo dadelijk ook nog vakje nummer 2 van de adventskalender openen en daarna, dus na zijn badje, ga ik ook richting mijn bedje. Dus knuffelen, Blind Getrouwd en de adventskalender om de dag mee af te sluiten. Goed, ik ben helemaal pooped, dus ik ga voor het afsluiten van vlogmasdag 2, ik heb even snel alle grote lichten aangestoken, ga ik toch vakje nummer 2 van de adventskalender openmaken. Er is gaat geen vlogmasdag succesvol voorbij zonder het openmaken van de kalender, vind ik toch? In vakje nummer 2 krijgen we onze eerste olie. Ja, ik ga ervan uit. Oil and Vinegar staat gekend voor hun olies. Ik heb het vermoeden dat we er wel eens wat olie zouden in kunnen krijgen. Dit is de Extra Virgin olijfolie met citroen. Dat vind ik helemaal top. Dat past bij ons geboorteconcept. Allee, het concept van de geboortesuikertjes. Als je mijn vlogs volgt, you know, dan weet je het wel. Dat wij helemaal into de citroenen zijn gegaan. Ik ben daar trouwens vergeten bij te zeggen dat alles wat zuur was en citroen was tijdens de zwangerschap van Romeo, dat was een mega craving van mij. Als het maar zuur was, als het maar citroen was. En vandaar ook de hint in onze suikerboontjes en ons geboortekaartje. Dat was nog dat is een klein tipje van de sluier dat ik oplicht. Dat had ik nog niet gedeeld met jullie. Maar dus voilà. Met die bekentenis en met vakje nummer 2 te unboxen, ga ik vlogmasdag 2 afsluiten. En dan zie ik jullie morgen terug. En dan gaan we kerstboom shoppen. Kei veel zin in. Doei!